wat die jonge jongens betreft, zijn dan niet alleen de makelaars, de zaakwaarnemers, de kwaadgenius, maar ook de ouders. Tuurlijk, want die ouders die krijgen een huis daar aangeboden en vaak een baan en een pak met geld. En ze kunnen een nieuw autootje kopen en die slaan helemaal op hol. Hè? Ja. Je ouders hebben dat beter aangepakt destijds, kan ik me herinneren. Nee, maar ja, dat waren... Ja? Ja. Hoe bedoel je? Nou, die liet jou bij Wim Suurburger een tijdje in huis. Ja, dat is veel verstandiger. Ik heb 6 maandjes bij Willem gewoond. Ja. Dat moet heel gezellig geweest zijn. Dat was de eerste echte paardenclub in Nederland. Daar werd nog wel eens nachts om 4 uur aan de deur geklopt. Dan hoorde ik die hakjes, hoorde ik op de gang, denk hé, het is weer zo ver. Ja, nee, maar ik weet nog dat ik met die Willem in de kamer zat, mijn eerste avond, met die twee dames, zo heette ze, Anne en Margaret. Ja, vertel me wat. Dat ik aan hem vroeg, bij wie hoor jij dat hij zegt, ach, jij hebt eerst de keuze, nee, je bent nog jong. Dat ik dacht, ja, dat is ook wel makkelijk, hè? Nee, maar... Nou, je ouders zeiden het er ook, daar kun je alleen maar beter van worden. Ja, mijn vader zei dat bij een international... en jij hebt alles meegemaakt, luister goed naar hem... daar kan je alleen maar beter van worden. Ja, dat was niet echt het geval. Ik moest bij de club komen omdat ik regelmatig een parkeerbon had. En toen zei die man, het is niet zo erg dat je een parkeerbon hebt... maar het is elke keer 5:10 's nachts.